Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En wat ga ik vandaag doen in de video? Nou, ik ga al mijn eten laten zien. Langer. Ik ga even je haar doen. Maar dit is dus mijn ontbijt. Griekse yoghurt met blauwe bessen en andere besjes. En muesli. En normaal maak ik veel liever een shake met havermout en fruit. Maar ja, ik weet niet. Ik had even zin om iets te eten, echt. Wil je bij me zitten? Zo, nou, ik ben net even met Dexy naar de dierenarts geweest. En alles gaat weer goed met zijn oortje. Dus dat was even een nakontrole. Er is nog wel één keer een zalfje ingedaan, zodat die ontsteking zeker weten helemaal weggaat. Want ze zag nog een heel klein beetje irritatie. Dus nou, dat zal allemaal helemaal goed komen. En nou, dan ga ik nu boodschappen doen. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus ik dacht, laat ik dat meteen maar even snel doen. Dan hebben we dat gehad voor vandaag. Dan moet ik nog wat pakketjes ophalen en dan sporten nog. En dan na dat sporten gaat eindelijk mijn werkdag pas beginnen. Het wordt weer druk, druk, druk. Echt serieus. Ik denk wel eens van, man, het lijkt wel of ik met de dag drukker word. Maar ja, oké, ik ben gewoon super moe vandaag. Ik moet echt vroeger naar bed vanavond. Voor degene die alle vlogs volgen, die weten misschien wel dat ik probeer zwanger te worden. En vandaag is het nog 3 dagen voordat ik weer ongesteld zou moeten worden. Dus het is weer even een beetje spannend. Ik merk ook aan mezelf dat ik er nu wel weer meer mee bezig ben in mijn hoofd. Ik zit af en toe al van, zou ik gewoon zo'n vroege test pakken? Maar nee, we gaan dit keer ook niet testen wanneer we nog maar kort over tijd zijn. Ik wil echt wel een week over tijd zijn voordat we gaan testen. Want ik wil niet nog zo'n, ja, dat is toch een beetje extra teleurstelling of zo. Ik weet niet wat het is. Zo'n test vind ik toch meer een teleurstelling dan gewoon ongesteld worden. En helemaal omdat wij natuurlijk alles gewoon open doen met de camera erbij en zo. Dus dan geeft het toch al dat extra impact. Oké, dus dat. En dan nog iets anders. De keuken, dat weten jullie waarschijnlijk dan ook. Dat we daarmee bezig zijn. Daar gaat Bart eindelijk mee verder. Want die heeft deze boor geleend van een vriend. Dankjewel Jeffrey, super lief. En daarmee gaat het waarschijnlijk een stuk sneller. Zo, let's hope so. Zo, nou, ik heb mezelf halt geroepen bij 8 oefeningen. Anders krijg ik weer mega spierpijn en daar heb ik echt geen zin in. Plus, ik heb het super druk. Dus ik ga lekker verder, maar ik heb heerlijk getraind. Oké, ik ga straks douchen, maar er is 1 ding wat belangrijker is. En dat is eten en ik heb heel veel trek. Dus ik ga een ei bakken. Dit hapje gaat zo lekker zijn. Nou, ik zit lekker te editen en dan krijg ik altijd zoveel trek tussendoor. Het is nu 2:30, dus het is alweer 2,5 uur geleden dat ik gegeten heb. En ik ga nu alweer eten. Beetje een rare combinatie. Ik dacht eerst, ik neem alleen druiven. Maar toen stond ik in de keuken en kreeg ik toch wel heel erg trek. Dus dan heb ik er nog 2 crackertjes bij gemaakt. Dit is 30 plus kaas en pindakaas. En hele grote druiven. En een theetje. Ik drink meestal rooibos thee. We hebben weer een vraag trouwens. Wat is voor jou het beste gevoel ter wereld? Wat is jullie beste gevoel ter wereld? Die van mij is nou, eigenlijk een beetje dit. Wat ik nu aan het doen ben. Eten en editen. Ik ben namelijk echt verslaafd aan editen. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar als ik echt qua gevoel uitga van wat lekker voelt, dan is het toch wel heerlijk eten. En mijn lievelingseten,
Als jullie hebben gekeken naar de vlogs van vorige week, dan weten jullie dat dat rotti kip is. Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan ja, het moment van de dag en zo. Wat is jullie lievelingseten eigenlijk? Nou, daar fiets ik dan weer met pakketje. Maar ik betwijfel ineens... Oh, ik ben weer eens onscherp. Wat een kutcamera ben je toch. Oké, daar ben ik weer. Dus ik betwijfel ineens of ik het pakketje nog wel kan wegbrengen voor 6 of dat het eigenlijk voor 5 is. Zal ook kunnen. Dus ik ben even aan het racen. Wat is dat toch met mij? Waarom heb ik het zo bizar druk de laatste tijd? Dat ik gewoon elk half uurtje gewoon moet pakken wat er is en alles aan elkaar vast moet knopen. Yes, ik was nog op tijd. Dus het pakketje is op de bus. Oh. Hey. Ik ben de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De dames hebben alle. Hoe heet je plaatjes? Minions plaatjes. Schrikkelijker. Ik hè? En jij? Oh, ik moet dit eruit knippen, dit stuk. Nee. Heb jij nog alles compleet of niet? Ja. Knip. Gaan we nou rijden? Tuurlijk. En zonder de camera aan. Waarom? Omdat dat vind ik een beetje gevaarlijk eruit zien. Oh, een pakketje voor Jola. Een cadeautje. Dit is een springtouw, denk ik. Ja, dat is een springtouw, ja. Dit is een springtouw gekregen. En dit hadden we al nodig, hè? Ja. Iemand heeft dat gehoord, dat jij dat nodig had. Van opa Jan en Wil. Ah. Een toilettasje om je spulletjes in te doen. Je tandenborstel en zo. Nee. Oh. Allemaal, maar dit is veel beter. Ja? En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we eten vandaag? Wat zou jij liever willen, Jola? Weet je wat? Een pastaatje, gezond pastaatje of iets met kip en rijst? Jij mag zeggen. 1 hour later. Rijst en kip of een pasta met zelfgemaakte pesto? Pasta. Ja, pasta? Ja. Oké, pasta. It is. Ik begin met water opzetten voor de pasta. Dan ga ik de gehakt maken. En pesto ga ik maken. Ik heb nu alvast de olijven en de olie erin. En er komt natuurlijk bij knoflook. En vooral ook, hoi joh, basilicum. Echt love dit. Dit is echt het allerlekkerste om hier... Vind ik een pesto mee te maken. Basilicum. Ja, is wel een beetje lekker makkelijk. Deze ga ik gebruiken voor door de pasta heel veel groenten. Super veel prei, rode ui en paprika. En dan ga ik er nog een salade bij maken met tomaatjes. De saus maak ik met een beetje gepelde tomaten. Ja, de salade laat ik zo nog lekker. Vergeet nooit je handen te wassen na het snijden van peper. Want als je er dan mee in je ogen komt, heb je echt een probleem. Vaak meegemaakt. Ik vraag me nu af of het goed is om 1 capsule te hebben met alles in 1. Of gewoon alles apart. Magere yoghurt. Wow.
Oké, ik had nog beloofd aan jullie dat ik zou laten zien hoe ik van een kilo wortelen een drankje maak. En dat doe ik met deze sapmachine van Philips. Echt super handig. Ik heb hem alleen al een hele tijd niet meer gebruikt. Omdat ik dacht dat hij stuk was, maar blijkbaar doet hij het gewoon nog. Dus ik ga hem even demonstreren. Ik ga hem niet best staan. Ja, kan ik nou best staan? Mm-hmm. Hallo. De reden dat ik deze heb gekocht is dat hij heel sterk is. En heel makkelijk schoon te maken. Over keukenapparaatjes gesproken. Ik heb deze ook nog gekregen. Spannend. Zal Bart blij mee zijn aangezien hij bezig is met de keuken verbouwen. Dat ik hem vol ga zetten met dingen. Maar wat is dit? Wat is dit? Een soda stream spirit. Het ziet er alleen al heel gaaf uit. Wacht, ik ga hem heel even uitpakken hoor. Tadaa. Het is dus een apparaat. Om je water sparkling te maken. Dus van gewoon water spa rood te maken, dacht ik zo. En aangezien ik heel graag spa rood drink, lijkt me dat wel heel leuk om te gaan uittesten. Maar niet nu, ik ga dit morgen uittesten. Morgen heb ik daar even wat meer tijd voor. En dan is het ook lekker weer, dus komt dat mooi van pas. Bart zijn boek waar hij al een jaar over doet. Ja, ik kan de tijd steeds niet vinden. Nee, dat snap ik. Zo heb ik ook allemaal boeken liggen hoor, schat. Maar dit is wel echt een hele goeie hoor. Het is echt een aanrader. Mm-hmm. Ik heb de Dizik site weer online. Is het gelukt? Zo was ik even mee bezig. Ja, zo. Met de nieuwe video erbij. In de background. Ziet er echt heel smooth uit. Voor degenen die het niet weten, ik heb jarenlang een agency gehad. En die website die had ik vorig jaar gewoon een beetje laten weggaan. Aangezien mijn creditcard er niet deed en blijkbaar werd er niks meer afgeschreven. Dus die hele website was graf. Maar nu had ik laatst weer een paar boekingen. Dus vond ik het toch wel heel erg jammer dat de website er niet meer op stond. Dus ik heb nu even gefixt dat hij er weer op staat. Met een nieuwe video erbij. Dus superleuk. Ga je mee zo? Ja, en dan een begin maken met mijn persoonlijke missie, levensmissie. En hoort bij die levensmissie ook de keuken afmaken, Bart? Levensmissie is eigenlijk het bepalen van je waarden en je doelen. En daar bind je dan principes aan vast. En een van die principes kan zijn bepaalde taken afmaken, zoals de keuken. Ja, nou ja, in principe zou ik dat wel fijn vinden, ja. We zijn er klaar mee voor vandaag. We gaan nog heel even een half uurtje werken. En dan lekker samen in bed. Ah, oh, heerlijk slapen. Een serietje kijken. Ja, dat staat bij jou voor hetzelfde ongeveer. Ja, dat is waar. Ik ben ook heel erg moe. En vanochtend was ik echt super moe. Dus ik wil ook echt een keertje lekker vroeg slapen. Precies. Ik ga morgen Johan naar school brengen. Dex uitlaten, heb ik me voorgenomen. En okay. Lekker vroeg eruit. Uurtje of 7. Okay. Yes. Yes. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Ik denk dat die wel lekker lang is geworden met al dat eten erin. En ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Laat dat ook even weten als je het leuk vond. Met een duimpje. Of abonneren als je dat nog niet bent. Doei!